Nou, ik heb dit op Amazon gehad. Dat je baby gewoon kan liggen naast je. Papa? Ja, ja. Nou, net lekker ontbeten. Maar Terra City, dat is... En, Nou jongens, oh nee, ik moet plassen, wacht even. Oh nee, niet. Welkom bij een nieuwe vlog. Zoals je ziet gaan we op reis met een kind nu. En nu lijkt het echt alsof jij die baby daddy bent. Nou, dan gaan we hoor. Ik zeg je eerlijk, met een kind is toch wel even een andere koek dit. Yep. Ja. Ook nog kinderwagen, zo'n mega kinderwagen. En dan heb je ook nog die autostoel, die inklapbare autostoel. Nou, je weet, voor iedereen heb ik helemaal niks overgeslagen. Maar voor mezelf, ik heb niet eens gekeken wat voor auto's ik erin heb gedaan. Ik zie er ook echt uit. Ja, dat is niet normaal, joh. Ik heb zelfs een shirt van Nebu aan, omdat ik geen goede outfit aan had. En ik vond met allemaal dingen, vond ik het be like, nee, we zien het daar wel, Ja, we kopen daar wel die dingen, joh. He? Nou, ik heb dit op Amazon gehad. Dat je baby gewoon kan liggen naast je. En ik zeg eerlijk, dit is echt een lifesaver. De hele tijd op mijn schoot, dat kon ik echt niet volhouden. Die lekker aan het liggen. Hij is net ook lekker aan het scheiden. En dan heb je het monster van Loch Ness. Ik ga nog laten slapen. Het monster van Loch Ness is weer wakker. Dr. Eggman. Wat Sonic. Eggman? Ik weet het niet. Hij is lekker aan het spelen. Hij is lekker rustig. Ik ben zo blij met mijn rustige babytje. Ja, ik heb een kutscheet gelaten. Wat? Ik heb een kutscheet gelaten? Je hebt een scheet gelaten. Ja, dus? De hele vliegtuig stond. Dat was Eden. Ik zweer uitgepoept. Ja, net zei dat het goed was. Toen zei je dat jij het was. Toen zei dat jij het was. Toen zei dat het Eden was. Eden zegt even dat jij het was. Papa? Ja, ja, we zijn in Turkije. We made it safe. Ja. Nou ja, ik ben dus echt zo chagrijnig, want die fucking Tui die heeft mijn kinderwagen kapot gemaakt. Zo best wel een dure kinderwagen. Ja, kijk hier. Dit is yes, de deur. Maar kun je die niet apart dit hele ding. Oh, sorry. Ja, dit hele ding is gewoon helemaal gemold. Deze zijkant is helemaal afgebroken. Of nee, deze niet. Deze is wel afgebroken. Ja. Ja, echt niet normaal hoor. Kunnen ze niet apart, nee hè? Nee, ik denk... Nou, ik heb mezelf even opgefrist, even gedoucht. Ik had echt geen zin in make-up, dus dat heb ik ook niet opgedaan. En vanavond, Nederlandse tijd, komt mijn docu op NPO. En ik ben echt zenuwachtig as fuck. Ik ga nu even naar buiten, want iedereen moet zijn flesje ook hebben. Dus, ja, ik ga even buiten chillen. Ik ben echt kapot. Bijna ook niet geslapen, omdat ja, ik was met een baby in het vliegtuig. Dus ja, yeah, no time, no sleep. Even hebben dat ik jou al zo lang ken. 9 jaar nu. Dit is de eerste keer dat wij samen in het buitenland zijn. Op vakantie. Nee. Buitenland vertelt niet als vakantie. Ja, oké, okay, ja, ja, ja. 9 jaar, 2015. 8 jaar, toch? Ja, bijna 9 dan. Ja, bijna 9 jaar. Ja, is echt ja, maar lang, eerste keer. Vorige keer chagrijnig trouwens. Ja, ik ben doodchagrijnig, heb ik net al gezegd. Dat ik niet te slapen. Ja, dat ben ik echt niet te genieten hoor. Maar ik vind het fijn dat je weet. Nee. Maar ik vind het fijn dat je weet hoe je met me moet omgaan als ik chagrijnig ben. Ik praat ook niet te veel, daar ook van. Dit is Ines' schattige outfitje. Mijn mooie jongetje. Hey. Nou, ik kom geen lach vanaf. Chagrijn. Oh mijn god jongens, ik ben zo kapot. Oh, wat is dit zwaar. Oh. Eden. Geef me eventjes rust. En lossen. We zijn nu bij Royal Castle. Nee, we zitten helemaal doorheen. En ja, dit is wel een van onze favoriete spots hier. Eten is lekker. Goede vibes. Ik heb overal puist, dat is niet normaal.
Dat is verder niet meer leuk. Ja, ja. Dit ga ik elke dag eten, jongen. Ik heb nog even een flesje. Ja, maar ik ben jarig vandaag, jullie zien het. Dit nou, jongen, doe je altijd bij iedereen. Eigenlijk was het de bedoeling, want ik vroeg eigenlijk vuurwerk, zeg maar, dat we met z'n allen gingen zingen en heel awkward maken, terwijl hij helemaal niet jarig. Krijgen we jongens een babykaarsje? Wat is dit? Happy birthday to you. Ik heb mijn wens gedaan. Birthday. Goedemorgen jongens. Het is de volgende dag en ik ben eindelijk een beetje uitgerust. Daf is nu even met Iden buiten, zodat ik me gewoon even kan opmaken. Echt, ik vergeet gewoon dat ik een eigen leven heb op vakantie met een kleine. Het is wel erg zwaar hoor. En kijk, nu kan ik iedereen gewoon even snel de video meegeven. Maar hoe doen alleenstaande moeders dit op vakantie? Ik vind het echt heel zwaar. Thuis is het nog makkelijk, weet je. Je hebt gewoon je spulletjes, je hebt gewoon je eigen ruimte. Maar dit, ja... Of ik moet nog eventjes mijn draai vinden. Die Kaulo Tui, die heeft mijn kinderwagen ook gesloopt. Maar op internet staat dus dat ik... gelijk op het vliegveld alles moest regelen. Maar niemand stond daar. Dus, en ja, niemand... er was ook geen ene balie open, dus ik wist niet waar ik naartoe moest. Dus ik dacht, nou, het zal wel online moeten. Maar ja, ze hebben gewoon het hele kut ding gesloopt, joh. Kutoei, echt. Nou ja, ik ga me even snel opmaken, want ik zie hier echt uit als een overreden oliebol. Hey jongens, we zijn in de stad van Antalya. No, thank you. Hello, Rihanna. Thank you, brother. We don't want. Is it free? No, free. Ah, not free. Thank you. Tamam. Rihanna. Bye, bye. We zijn vandaag ook met Nabil. In Antalya. En we zijn eten aan het zoeken, alleen we kunnen niks vinden. En deze man is een beetje vervelend. Cristiano Ronaldo. Nee, nee, niet vervelend. Nee, Cristiano. Hé, bro, die man noemt mij Cristiano Ronaldo. Nee, wat niet? Hij wil gewoon zo'n roze verkopen. Nou jongens, we zijn letterlijk nu al een uur aan het zoeken naar eten. Ik weet niet waar deze man ons naartoe brengt. Allemaal zijn schuld. Hij laat ons eerst naar de verkeerde locatie komen. Vervolgens zegt hij, ik heb een goede plek. We lopen hier nu en hij weet het zelf niet. Ik heb honger, ik heb nog niet ontbeten. Vond ik ook niet, die is ook chagrijnig. Ja, echt. Maar goed, ik heb hier honger altijd chagrijnig. Ik loop dat ik chagrijnig ben. Maar hij is lekker de oorzaak. We zijn nu hangry, maar als we hebben gegeten, dan zijn we weer... Happy. Maybe. Nou ja, maar ik heb blaamstekings. Oh ja. Ik ben zo chagrijnig. Oh ja. Mooi, hè? Oh, daarom was je chagrijnig natuurlijk. Ik heb heel veel redenen dat ik chagrijnig heeft er nog 600 te doen. Women. Jij kan lekker makkelijk praten. Ik wil eten. Deze man brengt ons naar de sok. Naar de markt. Hier is geen eten. Ik ga geen t-shirts eten. Dit is lekker die spot waar je al die 1 op 1 kan doen. Waar al die mensen je lastig vallen, toch? Ja. Shakira. Hey Rihanna, is Rihanna. Rihanna. Ja, is Rihanna. Rihanna. Ik zie met jou. Alleen omdat ik ook een groot voorhoofd heb, zie je? Wordt hier bijna op de bek. Ja, we hebben nog steeds geen eten gevonden. Maar we zijn er snel, hopelijk. Inshallah. Schattig. Zeg het. Overal katten. Hey, schatie. Nou, hallo jongens. Ik ben weer in het hotel. Want ik heb nog steeds wat van de laatste spreking. En Iden, die was aan het slapen gelukkig, is net wakker. En ik heb hem eventjes laten wennen aan die bibspeen. En hij spuugt er eindelijk niet uit. Dus ik heb eindelijk een speentje die hij gewoon niet meer uitspuugt. Ja, dat is die van bibs. Ik ga nu een professie maken. Meestal als ik op vakantie ga, vind ik het echt leuk om make-up te zetten. Veel foto's te maken. Maar ik ben nu echt alleen maar met hem bezig. Dus ik heb eigenlijk de drama gewoon verplaatst naar een andere locatie. Maar ik heb niet het gevoel dat ik op vakantie ben of zo. Totaal niet zelfs. Ik vind het ook best wel zwaar eigenlijk. Wat zou ik doen? Oh ja, fles van mij. Shout out to alle mamsies. Alle moedertjes hier zo.
hoort ook nog steeds drukker met zijn beentjes. The unemployed living his best life. Kijk die piece. Iden. Ga me trappen, jongen. Met je kikkerbeentjes. Nou, we zijn nu bij een hotel. Ja, het is ook eigenlijk een hotel. Met een restaurant welke ik heb aangeraden. En overdag is hier wel een betere view. Maar nu zien we echt veel. Nu nog steeds toch wel. Zijn hoofd. Ik heb even een flesje gemaakt voor Iden. Een kort drink. Het is toch net iets te heet. En hij heeft net heel het bed ondergekotst. Oh mijn god, heel mijn camera. Het is er ook zuur, hè? Dat is niet normaal. Het is ook wel echt gek om te beseffen dat we echt al lang vrienden zijn en dat ik nu een kind heb. En dat we nu voor het eerst op vakantie zijn. Familievakantie, ja. Ja, man. Voor de mensen die zeggen, je mag niet reizen zonder mahram. Kijk, de Fini ook hier. Nou, ik ga even een flesje geven. Zeg je eerlijk, ik vind het echt wel lekker zonder make-up, hoor. Ik hoef letterlijk alleen even mijn gezicht nog eventjes te wassen. Dat is ook gewoon. Oh, dankjewel. Vroeger zou je zeggen dat ik catfish was, maar nu ben je volwassen geworden eindelijk. Ja. En jongens, het is niet normaal, maar letterlijk iedereen van mijn vriendinnen is verliefd op Nebby. En ik heb zoveel liefdesverklaringen in mijn DM. Van oh mijn god, ik wil met Nebby trouwen, dit, dat. Wat is die zo? Laat me met rust, alsjeblieft. Gaan we. Met z'n allen. Ja, ze ziet kapot, maar. Nee, we lopen alleen maar burgers en patat te eten hier. Ik ben een moeilijke eter. Ik hou niet van die rijst met vlees, dingetjes en zo. Ik hou niet van bepaalde structuren. Ik moet gewoon simpel zijn. I'm a simple man, you know? Ik hou van simpel eten. Simpele vrouw ook. Dat soort pasta ziet er droog uit. It looks questionable. He, nog meer patat. Maar die met mij het en nog meer patat? Nou, doe even normaal, joh. Dit is wel heel veel. Tashakur baba. Goedemorgen, jongens. Ik ga even van de trap aftillen, want er is hier geen. Wow. Ging ik bijna. Er is hier geen lift. Maar gelukkig. I am strong as fuck. En ik heb eindelijk tijd gehad om eventjes mijn hoofd te fixen. Oh my god. Dus nu voor ontbijten. Nou, ontbijtje met hotel ziet er prima uit. Ieder gezellig naast mama. Ja, gezellig. Kom bij. Hij is zo druk de laatste tijd met zijn voetjes en zo. Weegt zoveel. Nou, net lekker ontbeten. Vandaag is Ida lekker met zijn vader. En dan ga ik en Nebby even naar Terra City. Dat is een mall hier zo in Antalya. En dan kan ik even langs de Sephora. We gaan even onze voeten doen, want Nebby's voeten zien er vreselijk uit. En die voor mij ook. En dan in de avond, als het goed is, gaan we naar Land of Legends. We gaan gewoon 1000 keer naartoe gegaan. Maar voor Nebby is het wel leuk. Wat is het, schatje? Zo, Ida. Het heerlijke is van Turkije is dat je letterlijk overal om elke hoek zo'n taxi-knop hebt. Taxiones! Taxiones! En overal hangen de Turkse vlag omdat Turkije iets met 100 jaar Turkije... 100-jarige lira of zo? 100-jarige lira? Zoiets, ja, echt? 100-jarig bestaan van de lira of zoiets. Oh, hiep hiep hiep, hoeray! Het voelt zo gek om zonder kind even te zijn. Maar... Zo gek om geen wifi te hebben. Oh, wifi-strijder ben je. Ja, ik weet niet wat het is, maar ik mis hem nu al en ik ben net het hotel uitgelopen. Maar het is ook wel even lekker hoor, nu kan ik gewoon even nadenken en mijn dingen doen. Nou, we zitten nu lekker in de taxi-nis. Lekker. Deze taxichauffeur is wel aardig. Ja, hij wist gelijk waar Terra City en Sephora was, dus ja. Dat is prima. Yes. Si, Marco, prima. Ik zie niets anders aan me. Oh, je hebt wat op je gezicht gedaan. Ja, ik heb make-up op. Nou, ja, die dagen. Was niet nodig. Oh, dankjewel. We hebben net ons voet gedaan op de 1 op 10. Hoeveel cijfer geef je het? Ik geef ze gewoon een 10. 10? Ja, die van mij zijn gewoon goed gegeven. Ja, ik niet hoor. Ze was kapot langzaam. En ze ging elke keer roken. Terwijl ik denk van ja, wacht even tot je met ons beiden klaar bent. Ga dan lekker roken. Ik vond het echt onbeschoft.
Nou ja. Nee, we kunnen echt niet tegen als ik klaag en zo. Eigenlijk gaat ze me helemaal schamen. Schaamt me ook echt dood. En jij schaamt je altijd voor mij, maar ja, als ik ergens niet mee eens ben, dan zeg ik dat gewoon. Nou, we gaan weer terug naar Terra City. Eindelijk kunnen we gewoon rustig shoppen. Maar Davinio is met Ido gekomen, zo van, ik ga hem bij jou droppen. Dus ja, tot in zoverre ik kan shoppen, ga ik shoppen. Nou, we zijn bij Land of Legends. Het blijft mooi, hoe vaak hier ook komt. Oh, mamma mia. Mamma mia. Wauw, de lawaal. Nebu doet helemaal geen eetopping. Dus de Nebu ziet er super saai uit. Kun je net goed eentje uit de automaat halen. Het is helemaal tegen te komen. Nou, Iden die slaapt boven op bed. Ik weet niet wat het is op vakantie, maar het lukt mij nooit om het netjes te houden. Vooral niet met een kind erbij. Kijk even. Dat is toch niet normaal. Wat ben ik toch een kliederboel, wou ik zeggen. Ja, woorden schieten me tekort. Ik weet ook niet waar ik moet beginnen. Elke keer moet ik die koffer van Iden eruit halen om zijn kleren te zoeken en zo. Nou, we zijn naar Land of Legends gegaan. Ik was echt super mooi, maar ik ben echt al 6 keer geweest. Maar het blijft wel mooi, maar die allereerste keer is natuurlijk wel het leukst. Ik heb deze dress dus vandaag in de mall gehaald. Bij de Zara. Hij is echt leuk. Ik heb ook echt een mooie zwarte jurk gehaald. Die ga ik morgen denk ik aandoen. Dus die laat ik morgen aan jullie zien. Ga ik deze vlog dus verder afmaken? Of weet je, volgende week ga ik verder met deze Turkije vlog. Dus nu gaan we gewoon lekker afsluiten. Vond je deze video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer hier. Same time, same place. Later!